Dit is de nieuwe Leica Creos 5000 serie, de toplijn van deze Italiaanse fabrikant. En met toplijn bedoelen we ook toplijn. En dat laten we je zo zien. Alles is groter geworden aan de Creos. Deze jongen is maar liefst 7,99 meter lang. Bijzonder aan deze wagen is de isolatie. Wanden van 44 mm dik, dat is dus een stuk dikker dan bij andere merken. In de aluminium buitenwanden zitten vlakliggende ramen van Seitz Dometic. En de deur heeft een nieuwe 70 cm brede elektrische instaptrede. Buiten zie je ook dat de cabine heel vloeiend overgaat in het woongedeelte met kunststof stukken op de cabinedeuren. Aan de voorkant zie je het panoramadakraam boven de voorruit. Dat zorgt voor lekker veel lichtinval en je kunt het dakraam natuurlijk ook openzetten voor ventilatie. Achterin de Creos zit een garage met omhoog scharnierende deur aan beide zijkanten. Zo kun je dus makkelijk bij je vakantiespullen of bij de fietsen, want daar is die garage groot genoeg voor. Slim is dat bij iedere deur zijn eigen lichtschakelaartje zit. Natuurlijk is de garage verwarmd en een grappig detail is de wijnbox, waar je voor de hele week flessen wijn in kunt parkeren. Het blijven natuurlijk Italianen, maar daar houden wij ook wel van. Dit is de Creos 5009, een model met 80 cm brede enkele bedden die je natuurlijk aan elkaar kunt koppelen, met opbergruimte voor kleding onder beide voeteinden. Dit Leica topmodel heeft natuurlijk een gescheiden douche met waterdichte wanden in houtkleur. Nooit eerder gezien in een camper. En let even op de regendouche plus een losse douchelang. Het toilet vind je aan de andere kant en door een aparte deur kun je de hele badkamer afscheiden van het woongedeelte. Je hebt echt alle ruimte voor het ochtendritueel. Bijzonder is ook de keuken. Bij Leica kun je zelfs kiezen uit 3 uitvoeringen. Nou, deze heeft een lekker diep Corian werkblad, dubbele spoelbakken en een mat zwarte kraan. Plus een vaatwasmachine die maar liefst 8 liter water verbruikt per spoelbeurt. Typisch Leica is het kleurgebruik in de camper. Veel aandacht voor design met grijze en indigo-blauwe kleurvlakken gecombineerd met houttinten. Echt hout trouwens, geen folie. Het woongedeelte bestaat uit de vertrouwde L-bank van 1,30 meter breed. Een tweede bankje van 1 meter tegen de rechterzijwand. Allebei met uitwisselbare rugkussens die met magneten vastklikken. Zo kun je nog eens van sfeer veranderen binnen. Samen met de draaibare cabinestoelen en de ronde tafel kun je hier dus met 6 tot 7 personen gezellig borrelen. Of tv kijken, want er zit een 32-inch televisie in de Creos die elektrisch omhoog en omlaag kan en helemaal uit het zicht verdwijnt. De Creos is standaard voorzien van een aldo vloeistofverwarming in 2 zones. Fijn voor ons Nederlandse klimaat of als je naar de wintersport gaat, want daar is deze Leica prima geschikt voor. En deze wagen heeft een in de dubbele bodem ingebouwde airco met 3 uitstroomopeningen. In de slaapkamer, bij de keuken en in het woongedeelte. In die dubbele bodem zitten dus ook de watertanks weggewerkt. Voor drinkwater heb je een tank van maar liefst 210 liter. En voor grijswater 150 liter. Ga hem bekijken bij een van de 3 Leica dealers in Nederland. Koppelmans in Nuenen, Van Erp in Goor en CCR in Lemmer.